Nou, zoals wel echt wel weer te zien valt, staat de pomp ver onder water. Hij staat ook scheef trouwens. En ja, dat functioneert natuurlijk niet. Kijk, hij wordt door die slang ook scheef geduwd. Hij staat helemaal verkeerd geïnstalleerd. Dan moet ik aan dit touw trekken. Dan kan ik hem misschien wel weer. Om een reden heeft die man dat heel merkwaardig. Kijk, die pomp, die vlotte. En dan pas een paar keer trekken. Begint weer te pompen. Terwijl natuurlijk helemaal nooit op de manier waarom hij dat touw daar zo raar op aan bevestigd heeft, is nog een raadsel. Jo. Dat was ook al niet zo slim. Dan zit hij weer klem achter het touw. Ik word hier zo gelukkig van.